De Koninklijke Bibliotheek is niet zomaar een bibliotheek. Het is eigenlijk meer een archief. In de magazijnen van de bibliotheek wordt al het geschreven materiaal bewaard wat in en over Nederland is verschenen, zowel fysiek als digitaal. Dit geschreven woord stelt de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar voor iedereen die daar gebruik van wilt maken. Zo ook voor deze student. Dit is Demi, een vierdejaars HBO-student. Demi is bezig met haar afstudeeropdracht en maakt gebruik van de gratis voorzieningen van de Koninklijke Bibliotheek. Demi is erg tevreden met de voorzieningen die de Koninklijke Bibliotheek haar biedt. Ze heeft beschikking tot alle informatie die zij nodig heeft om haar kennis te verrijken. Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt de Koninklijke Bibliotheek als netwerkorganisatie bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Zo helpt de Koninklijke Bibliotheek niet alleen Demi, maar ook honderden andere studenten met het behalen van hun diploma. Niet alleen Demi wil zich blijven ontwikkelen na het behalen van haar diploma, maar ook de Koninklijke Bibliotheek streeft naar voortdurende innovatie. Het netwerk van de Koninklijke Bibliotheek draagt bij aan deze ontwikkelingen. De kracht van het netwerk brengt de Koninklijke Bibliotheek en Demi verder. Door samen te ontwikkelen, sta je samen sterk.